Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 11 september. Laat de rivier stromen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 7, vers 38. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als gelovige in Christus leeft de Heilige Geest in ons. Hij is de levensrivier in ons. Deze rivier is een geweldige geschenk van God gegeven aan ieder van ons. Het stroomt met een goede gezondheid, een positieve kijk op het leven en een goedgeefse en vergevingsgezinde houding. Toch hebben veel mensen het toegestaan dat hun rivier is dichtgeslipt. Ze zijn altijd ontmoedigd en het maakt niet uit wat ze doen, het lijkt net of ze het niet van zich af kunnen zetten. Jaren van verwaarlozing heeft ervoor gezorgd dat een ooit krachtig stromende rivier is veranderd in een klein stroompje. Ken je zulke mensen? Klinkt dit als jouw leven? Totdat je in staat bent om je rivier weer uit te diepen en vrijelijk te laten stromen, zal alles moeilijk, teleurstellend en onbevredigend zijn. Je zult niet in staat zijn om van het water te proeven dat als niets anders kan bevredigen. Maak vandaag de keuze je leven niet langer door te brengen met het vechten, te worstelen en door het slijk te sjokken. Vraag God je te helpen de puin op te ruimen. Hij zal je laten zien wat de stroom blokkeert en hoe je er vanaf komt. Geniet van de bevredigende, vloeiende stroom van de levensrivier. Ik wil je uitnodigen om het volgend gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil uw stroom van levend water in mij stromend houden. Toon mij wat de puin is die de weg blokkeert, en laat mij vervolgens zien hoe ik het kan oplossen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.